Suriname heeft zich gecommitteerd aan het nemen van maatregelen tegen witwassen, financiering van terrorisme, proliferatie en corruptie door middel van wetgeving en beleid. Tijdens de academische week, georganiseerd door de Nationale Assemblée, stonden deze kwesties centraal, waarbij zowel de vooruitgang als de uitdagingen werden besproken. Om een gunstigere beoordeling van de Caribbean Financial Action Task Force te krijgen, moet Suriname wetgeving en statistische gegevens aantonen om deze problemen aan te pakken. Nationale Anti-Money Laundering Commissie, NAMLAC, heeft 40 aanbevelingen van de CFATF om te implementeren. Volgens voorzitter Manisha Japsi heeft Suriname tot 2025 de tijd om alle lacunes aan te pakken. Dat betekent tegelijkertijd ook dat conform de regels van de CFATF en de FATF natuurlijk, is dus 2025 gekenmerkt door einde van de vierde evaluatieronde en start van de vijfde evaluatieronde. Dat betekent dat de volgende evaluatieronde reeds in 2025 van start gaat en dat landen dus dringend, heel urgent dienen te werken aan de tekortkomingen. Japsi, die ook directeur is van de Financial Intelligence Unit Suriname, FIU, zegt dat Suriname nog veel tekortkomingen kent. Bij de beoordeling in 2022 over implementatie van wet en regelgeving en de wet en regelgeving die reeds in place zijn, heeft Suriname slecht gescoord. NAMLAC is bezig geweest met het vragen naar een herbeoordeling op enkele punten. En moeten er dus heel veel wetten of geamendeerd worden of nieuw opgemaakt worden. Het is natuurlijk ook heel belangrijk om aan te geven dat wij niet kunnen rapporteren wanneer wij dat wensen. Er zijn procedures, er zijn standaarden, er zijn termijnen gekoppeld aan het geheel proces. En zo hebben we dus voor 2024 ook re-rating aangevraagd. Intussen is dus de procedure van start gegaan en is eigenlijk het traject voor het aanvragen van re-rating reeds in maart van dit jaar afgesloten. Dat betekent dat Suriname geen re-rating meer kan aanvragen voor 2024. We hebben voor 2024 8 recommendaties kunnen plaatsen voor re-rating. Er is ook nog een andere voorwaarde. Slechts recommendaties die non-compliant zijn of een lagere rating hebben of partly compliant zijn, die kunnen dus gelist worden voor een upgrade. Suriname moet ontbrekende wetgeving afronden en gegevens verstrekken om effectieve werking van rechtshandhaving en toezichtsinstellingen aan te tonen. Ook moet het land gekwalificeerd zijn en alle middelen hebben om financiële criminaliteit aan te pakken. Suriname moet zijn standpunt verdedigen bij de volgende evaluatie van CFATF voor een verbeterde beoordeling.